Van zaterdag 12 september tot en met zondag 1 november organiseren Platform Wederopbouw Rotterdam, Stichting Maritiem District en Waterstadgenootschap Rotterdam een expositie in de Red Apple. In deze online serie nemen we u mee naar de historie van dit bijzondere gebied Waterstad. In mei 1953 werd het, denk ik wel, bekendste standbeeld van Rotterdam onthuld. Bij de Leuvensluis in Rotterdam heeft het reeds beroemd geworden monument voor een verwoeste stad van de Franse beeldhouwer Ossip Zadkine een plaats gekregen. Deze dagen werd het beeld in aanwezigheid van tal van autoriteiten onthuld door de echtgenote van de burgemeester van de Maastad, mevrouw Van Walsingen. Het ruim 4 meter hoge beeld en de sokkel zijn door onbekenden aan de stad ten geschenke gegeven. Het beeld symboliseert de verwoesting van Rotterdam in de meidagen van 1940. De schepper van dit gedurfde monument, Ossip Zadkine, beschouwt het als zijn levenswerk. Het is een achteroverhellende figuur waaruit het hart is weggerukt. Zoals op die verschrikkelijke meidag letterlijk het hart uit de Maastad werd weggerukt. Het centrum van Rotterdam werd vernield door een even wreed als zinloos bombardement. Voor een belangrijk deel is de stad nu alweer hersteld. Maar het monumentale bronzen beeld van Zadkine zal de herinnering levend houden aan de zware slag die Rotterdam trof en ook aan de onverzettelijke levenskracht van zijn bevolking. Het werd anoniem geschonken in de tijd. Pas veel later is bekend geworden dat de Bijenkorf dat betaald heeft. De Bijenkorf was een Joods bedrijf had enorm te lijden gehad van de Tweede Wereldoorlog en voelde zich enorm verbonden ook met Rotterdam dat verwoest was. Directeur van de Bijenkorf toen was meneer Van der Wal en dat was een groot kunstliefhebber en die had op een tentoonstelling in het Stedelijk Museum in Amsterdam waar hij woonde. Had hij op de tentoonstelling van Zadkine had hij een model van ongeveer 1 meter hoogte van dit beeld gezien. En dat vond hij fantastisch. En hij dacht, ja, dat moeten we aan de stad Rotterdam schenken. Later heeft Van der Wal en de Bijenkorf hebben natuurlijk nog een belangrijk beeld aan Rotterdam toegevoegd van Cabot. En wat wel grappig is, dat wordt hier enkele jaren later vanuit de Leuvenhaven naast het beeld van Zadkine getakeld op zo'n vrachtwagencombinatie om naar de Coolsingel vervoerd te worden. Er is nogal eens sprake van dat mensen het beeld willen verplaatsen. Het beeld is inderdaad een paar keer iets van plaats veranderd hier, omdat die sluis is weg, die zit nu ondergronds. Maritiem Museum is er natuurlijk bijgekomen, waardoor die ook weer iets verschoven is. Ja, de kunstenaar heeft de plek zelf uitgezocht en die plek zo aan de rand van het centrum richting de haven vond hij ontzettend geschikt. En ik denk dat we dat ook moeten respecteren. Tijdens C70, dat is eigenlijk een kleine aanvulling nog op de tentoonstelling, lag er in de Leuvenhaven een dolfinarium, een drijvend dolfinarium. En de weduwe van Ossip Zadkine die vond het totaal geen porum, dat dat een beetje lompe, plaatmateriaal gemaakte ding naast het mooie beeld lag. En die heeft geprotesteerd, maar uiteindelijk is het dolfinarium, Dolfirodom heette het, er gewoon gekomen en is er 3 jaar blijven liggen. Deze foto van beeld van Zadkine, die is vaker gemaakt trouwens, met die duiven die er altijd zaten. Maar het is wat heel grappig is om te zien dat bovenop het gebouw van Stad Rotterdam, daar zat de dienstwoning. En dit zijn waarschijnlijk de bewoners die staan te kijken. In Rotterdam werd niet erg veel stilgestaan bij het verleden altijd van oudsher. En het is eigenlijk heel merkwaardig, maar pas sinds 2007 wordt het bombardement officieel herdacht, ook bij het beeld van Zadkine. Dat is naar aanleiding van de
verlichting van de brandgrens en de markering van de brandgrens. Dat is ook pas toen gemaakt. Want in Rotterdam, dat bombardement was natuurlijk een verschrikking. Maar men dacht liever aan de wederopbouw. Dus in plaats van het bombardement herdenken, werd altijd de opbouw gevierd. En wel op 18 mei. Waarom 18 mei? Dat is natuurlijk het bombardement 14 mei. En 18 mei was de dag dat stadsarchitect Witteveen opdracht kreeg om een nieuw stadsplan te gaan ontwerpen. En dat was een hele belangrijke datum, dus dat was natuurlijk wel vrij symbolisch, want hij ging pas een paar dagen later echt aan de slag. In de jaren 50, 60 was de opbouwdag heel belangrijk voor Rotterdam. Daarna is het veranderd in Binnenstadsdag en op een gegeven moment opgeheven. Maar sinds 2017 wordt opbouwdag weer gevierd in de stad. Een initiatief van Stichting Aan de Slag in samenwerking met Platform Wederopbouw.